Hoi, ik ben Fiona en welkom bij deze parel getiteld Hoe te weinig genoeg kan worden. We leven in een maatschappij van meer. Meer spullen, meer comfort, meer invloed, meer populariteit, meer mogelijkheden voor onze kinderen om meer spullen, meer invloed, nou en ga ze maar door, te vergaren. Maar weet je, ten grondslag aan een maatschappij van steeds meer ligt de mentaliteit van gebrek. Want je wilt pas steeds meer als je datgene wat je hebt beoordeelt als niet genoeg. En als christenen zijn we daar niet immuun voor. We kunnen ogen van gebrek hebben waarmee we kijken naar onszelf, naar onze situatie, naar onze kerk, naar onze dag. Herken je dat? Dat je de dag al begint met gebrek. Dat als je wakker wordt en de eerste gedachte die je opkomt is, oh, ik heb te weinig geslapen. Ik wil je graag meenemen naar een verhaal in 2 Koningen 4. Dus pak je Bijbel erbij als je dat kunt. En we stappen het verhaal in op het moment dat Elia het stokje heeft overgedragen aan Elisa. En het land politiek instabiel is, omdat de leiders God niet gehoorzamen. En daarbovenop is ook nog eens een hongersnood. Laten we lezen. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn 2 kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel me eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze. Verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Lege. Zoveel als u er krijgen kunt. En als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. En terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er was gebeurd. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. Tot zover. Deze vrouw is in geldnood. En zo erg dat de schuldeiser haar kinderen wil komen halen. Haar niet genoeg staat op het punt om rampzalige gevolgen te hebben voor haar meest dierbaren. En dan vraagt Elisa haar, wat heb je in huis? En in andere vertaling kun je ook wel lezen dat ze eerst zegt, helemaal niets heer. En dan, ja, alleen een klein kruikje olie nog. En dan krijgt de weduwe de opdracht om dat ene beetje dat ze nog heeft, eigenlijk alles wat ze nog heeft naast haar kinderen, om dat uit te gieten, om dat los te laten, om, weet jij veel, misschien wel te verspillen. Want ja, van al dat overgieten, daar blijft niks van over. Wat heb jij in huis? Helemaal niets meer, heer. Misschien nog een heel klein beetje vreugde. Misschien nog een heel klein beetje geduld. Misschien nog een heel klein beetje energie. Wat als ik jou vroeg om juist datgene waarin jij schaarste ervaart, om dat weg te geven? Wat voor gevoel roept dat bij je op? Of je tekort nu relatief of heel wezenlijk is, dat waar je weinig van hebt, daar klamp je je aan vast. Dat koester je. Je zet als het ware een streepje op dat kruikje. Zegt oké, tot hier en niet verder. Dit heb ik voor mezelf nodig. Terwijl op de bodem van dat kruikje, dat is precies de plek waar God ons kan ontmoeten. Priscilla Shirer heeft daar een naam voor. Ze noemt het de God Margin. Daar waar ons kunnen eindigt
en eigenlijk God in actie moet komen, want wij kunnen niet meer. En God komt ook in actie, want deze weduwe, die houdt niet vast aan wat ze heeft, dat kleine beetje. Maar ze giet het uit en het wordt een overvloed. En zolang ze blijft gieten, blijft God het geven. Toen deze lockdown werd aangekondigd, moet ik heel eerlijk zijn, sloeg de wanhoop best wel een beetje toe. En niet alleen voor mezelf, maar des te meer nog voor de mensen waarmee ik door mijn werk als huisarts mee in aanraking kom. Waarvan ik wist dat die toen al aan het einde van hun Latijn zaten. En toen herinnerde God me opnieuw aan dit verhaal. Blijf gieten, zei hij. Blijf jezelf geven. En terwijl je dat doet, zal ik je aanvullen. Weet je, in deze tijd hebben we allemaal op de een of andere manier te maken met een vorm van gebrek. Misschien verkeer je in deze lockdown wel in een sociale hongersnood, omdat je kwetsbaar bent. Wie weet gaat het financieel heel slecht, omdat je winkel moet sluiten of omdat je je baan kwijt bent. Wie weet kan je echt nergens meer vreugde vinden, ben je somber. Of misschien loop je al tijden op je tandvlees op je werk. Of ben je net als ik een van die vele ouders die hun kinderen thuis les moet geven en moet je onder ogen zien dat je toch echt een gebrek aan geduld hebt. Weet je, met dat tekort, daar lopen we niet mee te koop. Dat posten we niet op Instagram. Daar zit schaamte op. En schaamte verstopt zich. En doe daar nog eens een isolement bovenop waar we nu allemaal mee te maken hebben. En dan kun je je behoorlijk alleen voelen. En als Christus schuurt dat misschien nog wel een beetje extra. Want hé, waar is nu dat leven in overvloed? En dan hebben we ook nog geleerd dat als God ons vult, tot we overvloeien. Ja, van die overvloed kunnen we dan aan anderen geven. En dat is een Bijbels principe en dat is waar. Maar zoals het heel vaak gaat in het Koninkrijk van God, zijn tegenovergestelde ook vaak waar. We mogen geven ook als er nog maar een bodempje in zit. Maar daar komt veel meer risico bij kijken. Jouw tekort disqualificeert je niet om te kunnen geven. En daar wil ik wel één nuance in aanbrengen. Want in een tijd waarin 1 op 6 mensen met een burn-out te maken krijgt in hun leven, heb ik het niet over, oké, schouders eronder en dan lukt het vast wel. Weet je, daar zijn we al lang voorbij. Ik heb het over om je aan te sluiten bij de bron van overvloed, bij onze Vader. Het verhaal van deze weduwe en haar olie doet natuurlijk denken aan een ander veel bekender verhaal van vermenigvuldiging met een paar broden en vissen. En dat kun je in elke evangelie lezen. En voorafgaand lees je hoe Jezus zijn ogen opslaat naar de hemel. God dankt voor wat hij heeft en van daaruit uitdeelt. Zullen wij, te midden van ons gebrek en onze schaarste, zullen we anders bidden dan we misschien tot nu toe hebben gedaan? In plaats van, Heer, geef me, nou in mijn geval, geduld. Zullen we onze ogen opslaan naar de hemel en bidden, Heer, dank u voor mijn geduld voor mijn kinderen. Zegen mijn geduld. Heer, dank u voor mijn financiën. Zegen mijn financiën. Heer, dank u voor mijn vreugde. Zegen mijn vreugde. Heer, dank u voor mijn geloof voor de toekomst. Zegen mijn geloof. En laten we geven. Juist uit ons gebrek. En God de gelegenheid geven om ons aan te vullen daar waar ons kunnen eindigt.